Ja, schat. Moet je poepen? Oh, wat leuk, het staat op de camera. Kom, gaan we poepen. Goeiedag, ik ben Fred Sikking. Ik ben geboren in Hilversum. Als kind was ik altijd buiten en ik was altijd met voetbal, kattenkwartaal halen, bezig. Ja, druk, altijd buiten te spelen. Een jaar of 6, 7. Judo, aikido, voetbal, atletiek, zwemmen, duiken. Ik heb alles gedaan. Elk jaar deed ik wel iets anders. En nog iets wat ik ben vergeten te zeggen. Dans heb ik gedaan, best wel hoog. Tot aan goud. Mijn moeder wou gewoon, als je ooit gaat trouwen moet je kunnen dansen. En toen moest ik op dansles. Dat heb ik gedaan. Nou, misschien een beetje mijn heupjes zo. Maar ik kan wel dansen. Mijn broer die ging kickboksen op een sportschool in Hilversum. En toen zei hij, ik zit op kickbox zitten, je moet ook een keertje meegaan. Toen ben ik op mijn 18e meegegaan. Ja, toen zag ze allemaal dat ik best wel veel talent had. En dat het wel een klein beetje in mij zat altijd. Dat vechten en straatschoffie natuurlijk altijd geweest. Dat ik elk jaar ben teruggegaan naar Thailand, 18, 19, 20. Ik heb echt tot mijn 31ste ben ik elk jaar naar Thailand gegaan. En pakte ik een wedstrijd, ging ik trainen. En soms bleef ik 2 maanden, toen ging ik 3 maanden, toen ging ik 4 maanden. Zo bleef ik 5 maanden. Toen ging ik proberen te leven en te doen met zijn tijd. En zat ik helemaal in vast, vond ik hartstikke mooi. Naast het kickboksen, naast het trainen, geef ik ook nog personal training. Nou, zoals je hoort op de achtergrond, ik heb 2 mooie kindjes. Ik heb een zoon van 10 en een dochter van 2,5. Ik ben veel met mijn dochter bezig. Die gaat naar school sinds kort. Ik breng even langs de winkel en ik verhuis naar eigen kledingzaak. De WFL-organisatie vind ik een hartstikke mooie organisatie. En ik heb daar de partij tegen Michael Duut. Hoe de voorbereiding van Fred Sikking gaat, tot nu toe voorspoedig. Fred heeft heel veel zin in. We hebben hard getraind. We hebben de puntjes op die gezet, natuurlijk afgestemd op Michael. Weten we ongeveer hoe Michael vecht. Dus ik voorspel een beuk van een partij moet het gaan worden. Ik heb verschillende sparringspartners gehad. Ook mijn laatste tegenstander, Raymond Bonte, Jimmy van Bemmelen, Gerard Musashi. En ik heb bij Forzim mijn vaste sparringspartners. We hebben even een switch gemaakt, eventjes wat andere sparringspartners doorheen gegooid. Wat ik vind van de partij tegen Michael Duut. Hij zat er al eerder aan te komen eigenlijk. Hij is toen door omstandigheden afgezegd. Door hem, volgens mij 2 keer. Hij komt er nu wel op een mooi moment voor mij. Ja, dit is een hele mooie pot nu, joh. Die ik heel graag wil winnen. En, als ik deze jongen versla, dan zet ik me eigenlijk weer helemaal terug aan de top van het kickboksen in de min 95 kilo. En dan draai ik gewoon nog 2 jaar met de wereldtop mee. Ja, dit wordt gewoon echt een knalpartij. Ik denk dat ze daarom ook een van de hoofdpartijen hebben gemaakt. Dit wordt gewoon een oorlog en ik heb heel veel respect voor Michael Duut en dat weet hij ook wel. Zeker na zijn laatste partij ook, weet ik zeker wie hij is. Maar ja, hij moet zich echt zorgen gaan maken, want ik ben zo klaar om hem een pak slaag te geven. Dus ik denk dat de mensen deze partij niet snel gaan vergeten. Nee.